Dat was onze schone slaapster Dorien Brunt. Zij gaat straks in oktober met al deze mensen hier naar Australië. Naast mij Bart en Katrien, de kandidaten van de allerlaatste aflevering van Made in Overijssel. Hoe ging het, Katrien? Nou, het was echt moeilijk, maar het was ook superleuk om te doen. Ik heb nog nooit een hek gebouwd, maar het was grappig. Het was echt leuk. Het was een aardige klus, Bart, dacht ik, dat hek bouwen. Ja, ja. Klopt. Ja, het ging toch wel beter dan verwacht, denk ik. Ik had eerst niet verwacht dat het goed zou gaan, maar hij stond. Okay. 250 euro, dus die hebben ze al binnen. En toen gingen we naar Skunk, lekkere amuses maken en hapjes. Ze gaan hier achter rond. Nou, ook hier waren jullie binnen de tijd. En de verdubbelaar ingezet, dus dat is 500 euro. Dus de allerlaatste aflevering hebben jullie het maximale bedrag verdiend van 750 euro. Nou, dat is wel een applausje waard, dacht ik zo. Mogen jullie even naar achter gaan, dan wil ik graag even Tim Platel naar voren. De teamleider van het Solarteam. Tim, hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor met de wagen? Hij is nog niet helemaal af, zie ik. Nee, maar we werken er heel hard aan en we gaan het helemaal redden om volgende week te presenteren. Er wordt dag en nacht aan gewerkt. Er staan hier nog een aantal mensen van de nachtploeg zelfs, geloof ik. Dus als u een aantal slaperige hoofden ziet. Die mensen hebben de hele nacht doorgewerkt. Jullie hebben hier altijd gewerkt? Ja, hier altijd gewerkt. Hier is alles geassembleerd en heel veel dingen gebouwd. Nou, dan komt dan nu de check eraan, want daar gaat het allemaal om. Hoeveel geld hebben jullie verdiend? Daar is onze fantastische assistent. In het seizoen van Made in Overijssel heeft het Solarteam Twente een bedrag gewonnen van 7150 euro. Dankjewel. Alsjeblieft, mag ik een applausje? Voor jezelf. Dat lijkt wel een glaas champagne waard. Champagne komt er ook aan voor de hele crew. Wat ga je doen met het geld? Wat voor bestemming krijgen? Nou ja, goed, we moeten nog op reis, dus ik denk dat we hier een paar tickets van gaan kopen. Heel veel succes namens het hele Made in Overijssel team. Pak Delft goed aan. U thuis wil ik graag bedanken voor het kijken naar de tweede reeks van Made in Overijssel. Ik zie u graag na de zomer weer. En Delft, Twente komt eraan, hè. Tot na de zomer. Ciao.